Goed, ik denk dat veel ouders met dezelfde issues zitten. Eentje ervan is de kinderen die thuis zijn. En probeer ze maar bezig te houden, toch, Sam? Dus vandaar, ik dacht, er zijn veel workouts die verschijnen op internet online, maar eigenlijk niet echt met workout voor de kinderen. Dus vandaar dat ik een workout zowel voor ouders als voor kinderen heb uitgewerkt, zodat jullie de kinderen een beetje kunnen afmatten, zodat die s'avonds lekker vroeg stil zijn en in bed kunnen. Toch, Sam? Gaan we eraan beginnen? Ja. Oké, goed. De volwassenen mag zich in pomphouding zetten. En jij mag over mij springen, eerst onder mij doorkruipen. Goed, dan zak je op de ellebogen en dan mag je over mij springen. Goed. Ja, 5 keer aan deze kant. Goed zo. Ja, en erover. Dat is 2. Probeer de buikspieren uiteraard goed onder spanning te houden, dat je niet doorzakt in de rug. Goed zo. Ja, je kunt dat snel, hè. Goed. Je zit wel, heb je nog geteld? Ja, deze is de laatste. Goed, nog eronder door. En dan mag je in de andere richting. Dus je mag er nog eens onder door. Goed zo. Ja, en er terug over springen. 5 keer, dat is 1. Ben je al goed? Nee. Dan is het goed. 2. Ja. 3. Goed zo, nog 2 keer. Je staart kriebelt aan mijn buik. En nog 1 keer. Goed zo. Oké, volgende oefening. Je mag op je rug gaan liggen staan. Ja, mag een beetje verder naar kinder. Je voeten vlak bij mijn voeten. Je mag steunen op de onderarmen. En dan draai je benen rond mijn benen. 5 keer. Ja, steun maar op je armen. 2. Op je onderarmen. 3. 4. En nog eentje. 5. En in de andere richting. Zo. 1. 2. Goed. Benen goed strekken. 3. 4. En nog 1. 5. Voelt u dat nu buitenspieren? Nee. Nee. Dan zult u er nog eentje moeten doen. Zet u maar in pomphouding. Handen en voeten zo tegenover je. Ja, goed zo. Oké. En we gaan afwisselen tikken. 20 keer. Tel je. 4. 8. Je kunt stil tellen. 14. Allee, 15. 17. 18. 19. 20. Oké, goed. Heb je een bal voor mij? O ja. Ja. Dankjewel. Goed. Ga mijn voeten tegen mij zetten. Beetje opschuiven nog, anders zien we je hoofd niet meer. Ja, zet u maar zo. Dat is goed. Oké, ik ga de bal achter mijn hoofd tikken. En jij pakt hem. En nu doe jij hetzelfde. Tikken, terug recht komen. Goed zo. 3. 4. 5. 6. Is het zwaar? 7 tot 20. Yay! 8. 9. 10. Geef maar goed door, dan moet je goed verstretchen. 12. 13. Je moet 14, sta je er nu op? 15. Nog 5 keer. 16. 17. 18. Goed zo, nog 2 keer. Op. En de laatste voor jou. Oei. Ja. Goed zo. De volgende is iets actiever.
Je mag gaan recht staan. Ja, goed zo, je kent de oefening al. Oké, goed, kom een beetje naar achter. We gaan een half minuutje skipping, dus knieën heffen. En je draait constant een toertje rond elkaar. Dus iemand draait één keer rond en dan de volgende. En zo blijf je een half minuut bezig. Klaar? Ja. Go, ik zal beginnen. En nu jij een toertje ronddraaien. Ja. Zo. Op van voren. Ja, nu ben ik hem terug. Ja, doe maar. Kom bij mij. Goed, je knieën blijven even staan. Ik kom jullie weer naar boven. Goed zo. Ja, doe maar naar achter. En terug naar voren. Met de knieën blijven even naar voren komen. Goed zo. Laatste keer. En stop. Je bent nog niet moe, hè? Ik hoor het. Ik zal u nog eens een oefening met de bal geven. Ga maar terug liggen. Beetje verder naar binnen. Doe maar. Ja. Goed. Voeten los van de grond. De bal onderdoor halen. Gooien. Ja, vijf keer één kant, vijf keer andere kant. Twee. Moeilijk, hè? Drie. Ja, die bal is wat groot voor u, hè? Vier. Goed, nog eentje aan deze kant. Goed, en nu de andere kant. Eén. En de laatste. Goed. Twee. Zwaar voor de buikspieren, hè? Ben je aan het wisselen van kant? Ja. Ah, dat is goed. Drie. Ik kan terugkijken op de video. Vier. Voorlaatste. Nog eentje voor mij. Oh, moeilijke bal. Dat is voor mij de laatste. Laatste, ja. Ah, goed zo. En nu. Beetje stretchen. Oh, maar daar ben je veel beter dan zijn. Dus, benen goed breed en gestrekt. Je neemt elkaars handen vast op de polsen. Ja, en dan ga ik naar achter liggen. En dan stretch je jouw benen. En nu ga jij mij trekken. Dat trek maar goed door, want papa is niet zo lenig. Ah, drie. Goed zo. Vier. Vijf. Maar je bent sterk. Zes. Zeven. Nog drie keer. Acht. En negen. En nog eentje. Tien. Ah, goed zo. Kom maar recht. We zijn er al. High five voor Sam. Was het leuk? Ja. Ja? Ben je moe? Nee, dan moeten we deze reeks nog drie keer herhalen. Veel succes allemaal. En, Nee, drie keer. Mat die kindjes maar een beetje af, hè. Een beetje fysieke activiteit, dat kunnen ze gebruiken. Nee.